Distriktscommissaris Henrietta Gobardan heeft veel kunnen doen aan de waterhuishouding in Ikeri. Dit vertelde zij aan journalisten tijdens het bezoek van een presidentiële delegatie aan het district afgelopen week. De burgermoeder heeft projecten kunnen afronden, ondanks de economische situatie in het land, wat haar een goed gevoel geeft. Kijk, jaar is een jaar natuurlijk. En als missionaris heb je ups en downs. Maar het belangrijkste is dat we in staat zijn geweest toch wel hele kleine projectjes te realiseren. Met medewerking van bureau gemeenschappelijke projecten, financiën dus, CAPRES. Maar ook hele kleine dingen, bijvoorbeeld renovaties en dat soort dingen. Hè. Aanpakken van de waterhuishouding, dat is prima verlopen. Overal hebben we echt wel 85% toch wel alles kunnen ophalen. We zijn nog steeds bezig dat te doen. En natuurlijk heb je LVV-gebied, Wakai, drie pompen heb je dus die draaien. En natuurlijk extreem droogte met tal van gevolgen. Maar goed, dat is in de game, maar dan nog proberen we dat in orde te maken. En qua andere zaken, dus dan merk je dus, kijk, de economische situatie kennen we. Het is reeds door de president keer op keer aangegeven. En het is nu tijd van geven. Gobardan zegt dat de riemen behoorlijk strak zijn getrokken de afgelopen 3 jaren. Dit is door een ieder ervaren, waardoor nu teruggegeven moet worden aan de samenleving. Gobardan vindt dat de samenleving zich moet blijven inzetten om samen ook iets goeds van het komend jaar te maken.